Hey. Hoi. Tim. Ja, Alex. Alex, aangenaam. Hoe gaat het met je? Ja, gewoon goed met jou. Mooi. Ja, prima. Nou, wat doet Sarus precies? Sarus doet al het horizontale en verticale ijswerkzaamheden. En dat doen wij van heel klein, naar heel groot, heel complex, wereldwijd. Wereldwijd? Ja. Dus eigenlijk, dus als jullie worden gebeld, kort gezegd, zegt dat ze in Tokio iemand nodig hebben voor verticale of horizontaal werk, dan komen jullie. Ja. Jullie gaan daar naartoe. Wij hebben vestigingen over 64 landen in de wereld verdeeld. En vanuit daar wordt dus dat aangestuurd. Ja. En waar nodig wordt onze expertise ook ingevlogen of gevraagd. Ja. En dat is omgekeerd ook natuurlijk. Dus kan het zijn dat ik bijvoorbeeld hier begin en dat iemand zegt, nou je gaat wel lekker. We hebben voor jou, wil je misschien naar het buitenland en er is een vestiging hier? Ja hoor, nog mensen. Die mogelijkheid is er. Die is er gewoon. Als jij dat heel graag zou willen en je hebt de capaciteiten ervoor en de kwaliteiten. Hè, ja. Dan kan jij zeg maar naar onze NV overstappen. Dat is dan de NV in België, daar zit ons hoofdkantoor. Ja. En dan ga je vanuit daar opereren en dan kan je wereldwijd uitgezonden worden. Dat is wel interessant. Want ja. Ik denk als je weet ik veel, ergens gaat werken en je hebt die mogelijkheden, dat maakt het werk wel interessant. Want dat kan betekenen dat als je uitgekeken bent hier, dat je gewoon naar een ander land gaat. Heel zwart-wit gezegd, als je hier binnenkomt als niks en je wordt gewoon opgeleid, kan je in de loop der jaren het zelfs zo brengen dat je als manager eindigt. Even anders gezegd, je kan zelfs nog directeur worden hier, als je je best doet. En wat voor opleiding heb je eigenlijk nodig? Wat voor basisopleiding moet je hier hebben? Nou, voor de kranen die wij hier bedienen, zeg maar, moet je je TCVT-hijsbewijs hebben. Dat is gewoon wettelijk verplicht. Okay. Alles boven de 10 ton meter waar wij mee werken, moet een TCVT-hijsbewijs hebben. Dus dan ga je 2 tot 4 tot 6 weken naar school. Dan krijg je de beginselen te leren van hoe een kraan werkt, hoe je hem op moet stellen. Je krijgt een stukje theorie, je krijgt wat rekenwerk. Ja. Als je daarvoor geslaagd bent, dan heb je je mooie boekje en dan zou je in principe op alle kranen mogen draaien die er maar zijn. Dus binnen mobiele. 6 weken, van 2 tot 4, 6 weken zou dat kunnen? Ja, dat zou dat kunnen. Dus je kan echt snel zeg maar ergens komen? Ja, als je wil wel. Als je ambitieus bent en zin hebt en ja. De tijd in wil steken natuurlijk. Ja, precies. Je moet het willen. Je moet een stukje affiniteit hebben met dit gebeuren. Ja, lekker ook veel meisjes. Zijn welkom. We zien ze weinig, behalve dan op kantoren zeg maar. Maar in een operationele sector zoals dit. Zijn er nog maar een aantal meiden die in dat land op een kraan zitten. Ja. In tegenstelling tot de haven, daar hebben we ook kranen, hè, havenkranen. Daar zitten wel veel meer vrouwen zeg maar, in operationele functies. Ik denk dat dat nog een beetje... Ja, kan nog komen. Ja, ik weet niet wat dat is. Angst? Of, nou, het is niet bekend ook waarschijnlijk. Nee, maar het is ook een mannelijke industrie in de zin van, als je kijkt naar de geschiedenis van de industrie. Ja, maar dat is iets wat je dus los moet laten. En dat is wel leuk als dat gebeurt. Ja. Dan krijg je een beetje niks. En je ziet ook steeds meer vrouwen zeg maar, dit soort werk gaan doen. Ja. Dus. Mag ik jou bedanken? Ja, dat mag jij. Ik hoop dat je het naar je zin hebt. Ja, zeker. Ja? Ik ga even een rondje maken. Misschien even een kraantje. Dat is goed. Ja. Kijk maar eens even wat je doet. Ik zie je nog. Succes. Dankjewel. Hey, toppie hè. Hoi. Hoi. Wil je nou ook een keer dat ik bij je langskom, dan ga dan even naar baasoverjeeigentoekomst.nl. Later.